Mijn naam is Sjoerd van Bilzen. Ik leg een vergrootglas op eigenaardigheden van specifieke modellen. Of praat u bij over bijzondere items op een auto. Welkom bij een nieuwe aflevering van Sjoerds Weetjes. Ja, misschien heb je de video gezien op autovisie.nl of op youtube.com/autovisie over de Aston Martin V12 Speedster. Opgenomen aan de hand van het design studiemodel. Maar dit is een van de allereerste productieversies. Nu heb ik in die andere video alle details al verteld over dat 700 pk topless sportmodel. Maar ja, je moet natuurlijk alle mogelijkheden aangrijpen om die auto nog een keer voor de lens te krijgen. Want dit is toch wel sensationeel. En kijk even hoe het er hierbij staat. Hè? In deze fantastisch mooie, toch wel klassieke Engelse livery. Maar er is een verschil wat ik al zei. De eerste video ging over de designstudie. Dit is de productieversie. En die auto die wijkt op enkele punten wijkt die af. En die punten die ga ik je aanwijzen. En dat begint al gelijk met die neus. Hè? Ja, bij dat studiemodel, toen zei ik nog, kijk even stiekem hier in die luchtopening. Nee, de motorkap staat niet open. Het is zo. Dit is de instroomopening voor de motorruimte. Maar als je dan naar binnen kijkt, bij die vorige kon je naar binnen kijken. En dan zag je gewoon het houten frame waar dan een klein model op gebaseerd was. Hier, als je hier naar binnen kijkt, zie je eigenlijk niks. Ja, je ziet de filters. Voor de filters, voor de lucht die richting die, wat die voorin ligt. Zoals de naam al zegt, V12 Speedster. Die 12 cilinder motor. En kijk dan naar dat neusje. Dat toch wel lieve neusje. Zo laag mogelijk gehouden. Terwijl dat die neus eigenlijk omhoog moest. Omdat ze die V12 motor in dat frame, tussen aanhalingstekens, van de Vantage moesten lepelen. Lekjes daar ook uit. Want dat niet helemaal klopt. En dan dit deel heel hoog. Maar dat neusje juist heel klein en laag. Maar je ziet, hij is nu open. Bij dat vorige studiemodel was het helemaal afgesloten. Kon je er niet in kijken. Nu zie je duidelijk die radiator. Onder andere voor de motor en voor de airconditioning. En je ziet die luchtroosters die richting de intercoolers gaat. Om daar zoveel mogelijk verse, koude lucht vandaan te krijgen. Ja, een groot verschil met dat studiemodel. Natuurlijk hangt nu een motor in. En die motorruimte die kunnen we dit keer wel openen. Dat komt bij de vorige niet. Dat gaan we zo dadelijk doen. Loop even een stukje verder deze kant op. Op deze auto ontbreekt het nog, maar dat wordt nageleverd en dat is gewoon standaard op elke V12 Speedster. Wat je al zag bij de studiemodel, dit is gewoon één rechte horizontale lijn. Maar hier hebben ze twee kleine voorruitjes voor ontwikkeld. Die worden hier aan dit deel bevestigd en dat zorgt ervoor dat die lucht die aankomt, dat die omhoog wordt gedirigeerd om zo zeg maar hier een vrije cocon van rijwind te creëren. Natuurlijk, advies, het hoeft niet, het is niet gewoon verplicht, maar doe het als je deze auto bezit of hebt aangeschaft, rij alsjeblieft met de helm op. Niet alleen is dat sensationeel, het is ook veel veiliger. Dat adviseer ik echt die 88 kopers wereldwijd, adviseer ik dat ten zeerste. Maar hier krijg je dus dat paneeltje op, kunststof, transparant, wat dus een functie heeft van een voorruit, maar eigenlijk meer van een windgeleider, want je zit met je snuffert recht in die rijwind. En let eens op, dit zat er bij het studiemodel ook niet op. Die achteruitkijkspiegel, die bar, die zat er wel, hè? Die verdeelt zo mooi dat leefcompartiment in twee delen, waardoor je het gevoel hebt dat je in een monopisto raceauto zit. En als je dan rechts kijkt, oh ja, er zit toch een passagier. Ja, of in dit geval niemand. Of ja, heb je daar even je tasje staan. Ja, ik word helemaal wild van deze auto. Hier word je toch vrolijk van die auto? Nou, dan heb je hier die binnenspiegel, hè, wat ik al zei. Mooi pontificaal in beeld. Mooi vervaardigd van carbon fiber. En als je kijkt naar de constructie, je kunt hem verstellen. Er zit hier een verstelmogelijkheid op. Dat pootje hier op die centrale bar. Gaan we weer een stukje verder naar achteren met die mooie naaktcarbon stoelen. Met dat mooie leder erop. Ja, deze auto kun je natuurlijk gewoon helemaal personaliseren. Die prijslijst die kun je laten oplopen. Maar er zitten natuurlijk ook heel veel mooie details op die gewoon standaard zijn. Zoals die riempjes, hè, fraai afgewerkt. Met, in dit geval, hij heeft geen dashboardkastje. Dat kun je in die andere video, heb ik dat al uitgelegd. Maar dan staat op het ene strepje staat dan Aston, op die tweede staat dan Martin. Het is een heel mooi detail. Let ook even op deze kleurcombinatie. Hè. Fantastische keuze. Deze auto is uiteraard verkocht. Ze waren op voorhand allemaal verkocht. Maar dan is het nog mooier dat ze allemaal uniek kunnen zijn. Hier achterin die power domes, hè, die twee bobbels erin met
ruitjes erin. Ja, deze auto die heeft wel een achterruit, maar geen voorruit. Zo zou je het kunnen stellen. Hier heb je dan bagageruimte voor bijvoorbeeld twee helmen. Maar je hebt nog meer ruimte. Ja, en die imponerende kont, hè, met die centraal geplaatste uitlaat-eindstukken, waar ze bij een Vantage juist aan de buitenkant zitten, zijn ze hier naar het midden toe gecentreerd. Maar wat je bij het designmodel niet kon laten zien, en bij deze gelukkig wel, bij die andere auto, konden we uiteraard het portier openen. Laten we aan de voorzijde beginnen. Konden we wel het portier openen. Dat kan bij deze ook uiteraard. En dan gaan we even naar de motorruimte. Dus altijd even zoeken bij een Aston Martin. Voilà. In rood gekleurd. Kijk, die voorklep, hoe klein dat die is, hè? Volgens mij is hij niet zo klein als van die DBZ Collection. Mooi met gasdempertjes, maar kijk eens even, heel mooi carbon fiber. En dan denk je niet van, het zit onder de auto, het is amper zichtbaar. Laten we er maar een ratje toe van maken. Nee, die structuur van dat carbon fiber, hè? Mooi symmetrisch. Mooi die matten neergelegd, zodat je zelfs dit eigenlijk al een stukje kunstwerk is van die auto aan zich. Dat al een bijzonder unieke auto is. Hè? Ja, een kunstwerk op wielen. Maar daar ligt hij, die V12 motor. Als je kijkt naar de Vantage, alleen leverbaar met een 8-cilinder motor. Nu is het technisch mogelijk om daar ook een V12 in te lepelen. Maar ja, dan moeten ze dezelfde modificaties doorvoeren als wat ze voor deze V12 Speedster hebben gedaan. Je kunt wel zeggen dat dit een hybride sportwagen is. En dan moet je dat hybride niet direct koppelen aan aandrijflijnen met een benzinemotor en een elektromotor. Nee, hybride. Hè? Twee werelden breng je bij elkaar. Dat hebben ze voor deze auto eigenlijk ook gedaan. Het is in de basis, als je kijkt naar de afmetingen, is het een Vantage. Maar kijk je dan naar de motorruimte, dat is van de DBS van het topmodel. En vandaar dat die motor hier in deze ruimte ondergebracht kan worden. Nu zul je misschien, als je al goed hebt gekeken, denken van ruimte. Het is inmiddeltjes een bommetje vol hiervoor in. Met die 5,2 liter V12 motor. Op de achterwielen 700 paardenkrachten. Dat is ietsjes minder dan de krachtbron in de DBS levert. Hij levert ook iets minder koppel. Het is natuurlijk een compactere auto, kortere wielbasis, 753 newtonmeters in plaats van 900 voor die DBS uit mijn hoofd. Maar het is geweldig. Weet je ook eens dat die V12 motor, hè, die werden in de basis allemaal in Duitsland gebouwd. Maar sinds 2 maanden, we leven nu juli 2021, worden ze ook in Engeland vervaardigd. Ik zeg ook dat is fout, ze worden alleen nog in Engeland vervaardigd. De V12 motor, hè. Helaas, het einde is in zicht voor dat blok. Ja, nog enkele jaren en dan zal Aston Martin alleen nog maar V8 motoren en elektromotoren leveren. Helaas, maar kijk eens, hè, hoe bommetje vol dat die is. Hè. En dan te weten dat bij dat designmodel lag er helemaal geen motor in. Dat was gewoon een mega bagageruimte die je dan tussen aanhalingstekens zou hebben. Ik zou hem voorzichtig weer dicht doen. Het is natuurlijk carbon fiber, het is natuurlijk niet mijn auto. Hij is van een klant met een uitstekende smaak als je het mij vraagt. Want dit is toch wel een auto, hè? Het design is in de geest van die DBR1, waar er 5 van zijn gemaakt om op Le Mans in 1959 te racen. En ja, als je dan dat concept terugbrengt, dan zou je ook, vind ik, moeten kijken naar de kleurcombinatie van destijds. Hè? Ik heb even de sleutel erbij gepakt. Het kan ook via het interieur, een knop in het interieur. En dan kun je die achterklep, die kun je openen. Uiteraard van carbon fiber vervaardigd, even voorzichtig langs die spoiler. Natuurlijk, dat is ervoor gemaakt, maar je moet wel opletten op je hand. Omdat je hand tussen die klep en de achterspoiler, mooie brug is dat, hè? En weet je wat ook een leuk detail is? Ja, je wordt gewoon helemaal wild van deze auto, dus je wil alles laten zien. Deze lijn die heeft dan die Vantage ook, maar hier hebben ze dan een brug van gemaakt, zodat die luchtstroom hier onderdoor kan en dus voor meer druk achterop zorgt, hè? Op die aangedreven achteras. Ja, die bagageruimte, je ziet het, het is helemaal niet behelpen. Het is nog een flinke bagageruimte ook. Lekker diep. En dan die helmen. Stel je voor dat je die helmen hebt, die gewoon standaard bij de auto worden bijgeleverd door Aston Martin. Daar hebben ze speciale uitsparingen voor gemaakt, zodat je hier veilig en
dat ze ook gewoon goed vergrendeld zitten. Natuurlijk weer met van die riempjes waar dan Aston Martin op staat. Het zijn die kleine details, hè. Het is niet zo dat het dan uit een rek wordt gehaald. Nee, dit is Aston Martin met mooie een gordelsysteem. En daar kun je dus veilig je helmen kun je hier opbergen. Nu is het wel zo, als je rijdt, moet je hem natuurlijk opzetten. Dus dan hoeft hij niet achterin te liggen. Maar rij je alleen, dan heb je natuurlijk die tweede helm die hier zit. En die moet dan wel goed vergrendeld zijn op het moment dat jij de weg op gaat. Maar kijk ook eventjes, ik had het net over die voorklep, hè. Ik bekijk nu pas echt goed die achterklep. Maar dit is helemaal een mooi kunstwerk. Het doet mij een klein beetje denken aan Batman. Met die, die lijn die zo loopt. En kijk ook hier, hè, die structuur van dat carbon fiber dat zo mooi symmetrisch is gedaan. Ja, alles is natuurlijk, hè, alle componenten aan de buitenzijde zijn allemaal van carbon fiber vervaardigd. En dan zie je dat er een mooie laklaag, dat mooie Engelse groen op is aangebracht. Maar die gele lijn die er overheen loopt en die gele details op de flanken, dat is allemaal gespoten. Dus je voelt geen randjes. Ik heb expres handschoentjes aan, geen vingerafdrukken. Minimaal aanraken die auto. Respect hebben voor de auto, hè, want dit is ja. Hier moet je ook niet heel dichtbij staan. Hier moet je even een paar meter vandaan gaan staan en dan genieten. Die auto even opnemen en dan naar die details kijken die hij heeft. Deze auto zit vol details. Nou, gelukkig kon nu de achterklep wel open. In tegenstelling tot die designstudie destijds. Even voorzichtig terugleggen. Die auto werd overigens in 2019 gepresenteerd. Vorig jaar, 2020, maakte hij een rondje langs verschillende dealers. En toen waren de meeste exemplaren wel al verkocht. Allemaal zijn ze individueel genummerd, 88 exemplaren. Er bestaan nog 4 prototypes, die zijn in handen van Aston Martin. Maar Aston Martin die zal misschien wel kijken of die auto's of naar het eigen museum gaan of dat ze bij verzamelaars terechtkomen. 88 stuks individueel genummerd, hè? Prachtig. Ik weet eerlijk gezegd niet of je nou zelf je eigen nummer kon kiezen. Maar sommige fabrikanten doen dat, sommige die zeggen juist van niet, want dat geeft nogal een administratieve rompslomp. Ja, denk zelf maar na, welk nummer zou jij kiezen? Als jij een nummer voor ogen had, binnen 88 oplagen, welk nummer zou jij dan kiezen? Ja, prachtig, hè? Wat ik al zei, hè, dus die voorzijde, dat is allemaal techniek van de DBS motor, afkomstig van de DBS. Dan heb je de rest van de structuur, hoofdzakelijk Aston Martin Vantage. Die transmissie die komt weer van de DB11. En die 3 modellen tezamen, dat maakt het dat je hier wel kan spreken van een hybride sportwagen. Ja, maar dan op een andere manier dan dat we bedoelen met aandrijflijnen. Deze V12, prachtig, hè? 4,50 meter lang, 2-zitter, je kunt hem niet afsluiten. Er moet wel een regenkapje bij geleverd worden. En uiteraard krijg je er een mooie hoes bij voor als je hem in de garage zet op het moment dat het regent. Maar ik denk dat die hoes, die hoef je helemaal niet te gebruiken. Want als je toch wel een autohart hebt, dan zul je deze auto wel in beeld positioneren in jouw huis. Dat je er ook af en toe gewoon even lekker achter het stuur gaat zitten en even van kan genieten. Ja, als je nou een hele grote televisie hebt, dan kun je er zelfs een soort van drive-in bioscoop. Ik weet het. Mooi, hè? Die spiegels ook, hè? Element, geïntegreerd, verwerkt in de deur. Maakt de auto ook extreem breed. Hij is bijna 2 meter breed. Of sorry, hij is over de 2 meter breed. Maar dat is weer een element wat ze hebben gekeken naar de Aston Martin 177. En datzelfde geldt ook voor die lijnen, die profiellijnen in de deuren en in het voorscherm. Die pijlvorm, dat is weer een verwijzing naar zo'n 177. Zoals dat luchtrooster voorin weer juist een verwijzing is naar zo'n DB5. Ja, die V12 speedster, je kan er geen genoeg van krijgen. Maar mocht je vragen hebben, verder vragen, reageer dan even hieronder. Stel je vraag, dan gaan we beantwoorden. Maar ik wilde jullie toch even laten zien. In de andere video worden alle details over het design, over de techniek verteld. Ik wilde jullie toch nog even laten zien hoe het nou die motorruimte eruit ziet. Die portieren, hoe die openen de wissel, maar ook vooral even de achterzijde. Ja, het is nu wachten op de helmen, die worden nageleverd. Want deze auto is een van de allereerste die Engeland heeft verlaten. Dus ze zijn er vroeg bij hier. Geweldig, hè? Laten we hopen dat we dit gewoon vaak op de weg zien, hè? Dat is toch gewoon geweldig.